Vandaag hadden we te maken met motregen. Kleine druppeltjes op de ruiten, maar als we naar de radar keken, dan zagen we eigenlijk helemaal niets. Af en toe een vlekje, terwijl het toch op veel plekken behoorlijk nat was. Maar Nederland heeft te maken met twee radaropstellingen. Eentje in het Gelderse Herwijnen en eentje in Den Helder. En de radar heeft een bereik van ongeveer 200 kilometer. En als er regen valt, dan zendt de radar elektromagnetische straling uit. Deze wordt teruggekaatst en die echo die komt dan weer bij de radar. En dan weten we dus dat er regen valt. En soms regent het zo hard dat de voorste neerslag van de bui de achterste neerslag afschermt. En dan zien we dus op de radar een veel kleinere of veel zwakkere bui, terwijl het in werkelijkheid dus heel hard regent. Maar het kan ook anders, want soms is de lucht heel droog en bereikt de neerslag de grond niet, terwijl we wel een bui op de radar zien. En vandaag hadden we motregen, hele kleine druppeltjes. En dan kan het zo zijn dat de radar dat niet in de gaten heeft. En die motregendruppeltjes die zitten vaak ook heel laag. Dat betekent dat het dus toch regent, terwijl de radar niks aangeeft. Meer over de radar en de beperkingen op weer.nl.